Welkom mensen, welkom bij deze editie van Liturgische Groet. Het is inmiddels zondag sexagesima. Het is weliswaar donderdagmiddag, maar we doen alsof het al zondag sexagesima is, want dat is het moment dat jullie deze video zien. De grote paaskaarsbrand, die brandt eigenlijk altijd, om ons ook te laten weten dat het verhaal van Jezus gewoon altijd met ons meegaat. Zijn licht brandt in ons midden. Maar de altaarkaarsen horen bij liturgische groet ook te branden. De eerste keer deed de dominee het nog zelf. De tweede keer had hij al hulp van Sanna en Mina. En nu met drie kaarsen heb ik hulp van drie kinderen. Berechtje, Sanna en Mina. We gaan de kaarsen aandoen. Het licht is echt ontstoken. Ik dank de kinderen van de kinderkerk. We worden stil voor gebed. God onze Heer, omring met uw liefdevolle zorg alle mensen die zich aan u hebben toevertrouwd. En wil ons zo doordringen van jouw liefde dat we zorgzaam worden voor elkaar. En ook leren zorgvuldig om te gaan met uw kwetsbare en kostbare schepping. God, verwarm ons zo dat we ontdooien, dat onze harten opengaan in deze kou en dat we niet voor ons houden wat wij van u ontvangen, maar mededeelzaam en aanstekelijk worden voor anderen
genade. Dat is wat we bidden door Jezus Christus onze Heer. Amen. Een psalm, psalm 142. Een kunstig lied van David. Een gebed toen hij in de spelonk was. Luid roep ik tot de Heer. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij hem stort ik mijn hart uit. Bij hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Zij zijn sterker dan ik. Leid mij uit beklemming, dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen. Hebt u naar mij omgezien? Heer, wees met uw kerk. En laat ons niet vergaan. Maar zet uw kracht diep in de nacht. Dan breekt de morgen aan. Wij wachten u, o zon. Het duister duurt zo lang. Het water stijgt en gij zwijgt. Het wordt ons al te bang. Uw schepping vraagt naar u. Volhard gij in uw rust. De macht van het kwaad gaat rond en gaat. Gang naar hartelust. Het was de zesde dag dat gij de mensen riep en schiep voorgoed in vlees en bloed en in uw beeld verdiept. Vrijdag is voorbij. De Shabbat is vervuld. O dageraad, toon uw gelaat. Een ochtend zonder schuld. O Heer, wees met uw kerk. En laat ons niet vergaan. Maar zet uw kracht diep in de nacht. Uw kracht om op te staan. Een lezing uit het Evangelie naar Marcus, het hoofdstuk 1 vanaf vers 29. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast
en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en zij begon voor hen te zorgen. 'S Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want zij wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: "Iedereen is naar u op zoek." Toen zei hij: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan." Lieve mensen, een verhaal uit Marcus opnieuw. Het is een vervolgverhaal. We gaan verder. We gaan mee. Uit de synagoge trekken ze het dorp in. En ze blijven niet hangen in het dorp. Ze trekken zelfs een huis binnen. Het huis van de schoonmoeder van Simon. Ik ben er ooit geweest en ja, momenteel stelt het niet veel meer voor. Het is een ruïne. Maar toen stond het huis er nog. Heel Kafarnaum stond er nog. Maar Kafarnaum staat er niet zoals het zijn wil. Het is namelijk een dorp met veel ziekte. En er zijn demonen, daarover wordt gesproken. Ziekte en demonen. En zo komt het verhaal ook ons dichterbij, want wij hebben ook te kampen met ziekte en demonen.
pandemie zit nog lang niet achter ons. En de demonen houden ook huis, want ja, de gedachten schieten overal naartoe. Je hebt sociale media, influencers, de meningen buiten over elkaar heen. Niemand weet hoe het verder moet. Het kabinet niet, maar ook de oppositie niet. De demonen, ze razen om ons heen. Het zijn als de kwade geesten die ons geen richting geven, maar ons eigenlijk alle kanten opduwen. En met de ziekte en demonen heeft Capernaum ook te maken. Maar ze hebben niet het laatste woord, want Jezus trekt het huis binnen, het huis van de schoonmoeder van Simon. Hij pakt haar bij de hand. Je zou bijna zeggen als een coronaverpleegkundige. Maar niet bij een patiënt in het laatste uur, maar bij een patiënt die aan het nieuw begin staat. Want de schoonmoeder van Simon ontvangt hier een nieuw begin. Ze staat op. Het is een verhaal van een heuse opstanding. En ze staat op om het leven weer te kunnen dienen. Het staat letterlijk in de tekst. Ze stond weer op en begon hen te dienen. Ja, je denkt dan, ja, dat is de rol van de vrouw. En voordat je het weet zit je weer in een patroon waar wij eigenlijk niet meer naartoe willen. Maar dat gaat er even niet om. Het is niet een vrouw die een hele club mannen gaat bedienen. Het gaat erom dat ze het leven weer kan dienen. Ze kan het leven weer recht in de ogen zien. En ze kan het leven geven wat het leven nodig heeft. Met de macht die ze heeft. Ze wordt dus weer in staat gesteld om deel te nemen. En daar verlangen we allemaal naar. En daar verlangt Capernaum ook naar. Maar het is nog nacht. Gedurende de nacht, en het is niet voor niks nacht, geneest Jezus het halve dorp. Maar tegen de ochtend, wanneer het nog donker is en waarschijnlijk iedereen toch wel aan slapen is begonnen, trekt hij erop uit en gaat naar een eenzame plaats. Het is nog donker, een eenzame plaats. Jezus trekt naar de plek waar wij ons bevinden. Donker, eenzaam. We weten niet waar het naartoe moet. Jezus wordt wel gevolgd, maar op een andere manier dan toen hij de vissers riep. Simon, Johannes, Jacobus, noem ze maar op. Hij riep hen om hun netten te verlaten, hun schepen te verlaten en mee te komen en hem te volgen. En nu volgen ze hem opnieuw, dat doen ze opnieuw. Maar niet om hem te volgen op zijn woord, maar om hem bekend te maken dat eigenlijk iedereen op hem wacht. Want de helft van Capernaum is pas genezen. Het oude vertrouwde is nog niet begonnen, is nog niet teruggekeerd. Of Jezus op zijn schreden terug wil komen. Terug wil komen naar het dorp, want iedereen wacht op hem. Dan is het bijzonder dat Jezus niet instemt. Niet makkelijk geeft wat er van hem gevraagd wordt. De bede is, geef ons terug ons oude leven. Kom Capernaum genezen. Nee, hij antwoordt heel anders. Hij zegt, ik trek door Galilea in. Galilea wacht op mij. Het land van de heidenen, zo stond het bekend. Jezus geeft ons dus niet terug onze comfortzone, maar vraagt wel van ons om hem te volgen. En dat doen we. Misschien af en toe met angst en beven. Niet met een gerust hart. Maar misschien is dat ook niet wat het leven ons moet geven. Ook met een wat bevend hart. We willen volgeling zijn van hem. De toekomst tegemoet. Amen.
Laten we bidden. Heer onze God, u geeft ons niet gelijk datgene waar wij naar verlangen. Maar u vraagt ons dat wij volgen. Volgen op uw weg. Dat is een weg die niet om het duister heen gaat, maar door het duister heen. Het is nog donker. Maar u gaat ook met ons mee. U laat ons niet achter, niet in de steek. Wij bidden voor mensen die het moeilijk hebben, omdat de lockdown hen zwaar valt. Wij bidden voor de mensen in de instellingen en de ziekenhuizen. En ook voor het personeel dat hen bedient, hen de zorg geeft, die hun leven nodig heeft. Wij bidden voor goede, rechtvaardige leiding. Hier in ons land, maar ook daarbuiten. Dat de crisis niet wordt aangegrepen voor gekuip en gemanipuleer. Eerlijke leiding, waaraan de mens zich kan toevertrouwen. Geef dat wij de leiding volgen durven. Kritisch, maar ook met vertrouwen. Laat ons niet los met uw woord. Geef ons het vertrouwen dat nodig is om deze moeilijke en bange tijd te gaan. Al is dat met een bevend hart. Wij volgen u op uw woord. Het woord verpakt in woorden. U hebt ons leren bidden toen ons de adem stokte. Het waren woorden die uw leerlingen tot zich namen, die zij ons hebben geleerd, doorgegeven aan generaties. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Mensen, we blijven voornamelijk in onze woningen en soms gaan we op pad voor een eenvoudige boodschap of een heel kort bezoekje. Ook deze tijd gaan we begeleid door de zegen van de Heer als gezegende mensen. De Heer zegen u en behoed u. De Heer laat zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. We gaan er weer op uit. Tot de volgende keer.